Hey, goedemorgen. Het is kwart voor één. Nope, we gaan vandaag niet naar Raleigh Beach. De meeste van jullie weten volgens mij wel dat ik een burn-out heb gehad. Voor het geval je het niet weet, op mijn kanaal staan 2 video's met een Q&A daarover. Het gaat heel goed. Ik herstel gewoon heel goed en ik merk het ook aan bepaalde dingen. Mijn concentratievermogen is echt, ik denk op 80-90% van wat ik ooit had. Mijn geheugen is zoveel beter. Ik denk dat ik daarmee op 60-70% zit. Maar er zijn 2 dingen waaraan ik nog heel erg merk dat ik, dat ik een burn-out heb gehad. En dat ik nog niet helemaal hersteld ben. En dat is 1, dat lezen nog steeds heel erg moeilijk en stroef gaat. Ik las gemiddeld denk ik 20 tot 60 pagina's in een uur. Ja, dat heb ik getimed, want dat moet je doen als je rechten studeert. Dan weet je ongeveer hoeveel je uren je kwijt bent aan lezen en dat soort dingen. Ik hield ook wel echt van lezen hoor. Dus ja, ik las ook heel snel. Ik was zo door boeken heen. En nu mag ik blij zijn als ik soms 10 pagina's op een dag lees. Dat is ook de reden waarom ik geen boekenvideo's en zo heb gemaakt. Het tweede ding waaraan ik merk dat ik nog niet hersteld ben, is dat ik echt een fobie heb voor vroeg opstaan tijdens mijn burn-out. En dat is een vrij bekend gegeven, een vrij groot symptoom dat je een burn-out gaat krijgen. Heb ik een week lang bijna niet geslapen. Ik denk 2 uur per nacht of zo. Het duurde heel lang om in te slapen, zeker 3-4 uur. Dan sliep ik meestal 1,5 uurtje of misschien 2 uurtjes of zo. En dan was ik weer klaar wakker. Nou, als je dat een week doet, dat is behoorlijk slopend. En het gaat ook heel erg aan je vreten van, hoezo kan ik niet slapen? En daar heb ik een soort van slaapfobie voor vroeg opstaan ontwikkeld. Dus nu, het gaat grotendeels goed. Ik zou zeggen dat in 60% van de gevallen, wanneer ik nu vroeg moet opstaan, dat ik relatief snel in slaap val. Maar soms, en dat gebeurde dus vannacht, dan ga ik slapen en dan lig ik gewoon zo... Het ligt me zo druk te maken dat ik vroeg moet opstaan, dat ik gewoon niet kan slapen. En ja, ik heb alles geprobeerd. Ik heb mediteren geprobeerd. Ik heb die, hoe heet dat, 359 methode geprobeerd. Headspace heb ik geprobeerd. Mijn psycholoog zegt, geef je er maar gewoon aan over. Want hoe meer je er tegen vecht, hoe hardnekkiger het wordt en hoe minder snel je in slaap valt. Dus ik heb 2 uur wakker gelegen. Ik denk dat ik om 3 uur in slaap ben gevallen. En toen mijn werk om 8 uur ging, was ik zo gebroken dat ik dacht, ik ga niet van Raleigh Beach genieten als ik daar vandaag naartoe ga. Dus ik skip hem even. Bovendien is het een heel goed lesje in loslaten, want ik moet niks. Ik moet niet naar Raleigh Beach vandaag. En dat is een ding wat denk ik misschien ook wel heeft bijgedragen aan mijn burn-out. Ik heb echt issues met schema's die worden doorbroken. Dus als ik bijvoorbeeld vandaag heb gepland om dit te gaan doen, dan moet dat ook gebeuren, want anders raak ik van streek. En het is een beetje, ja, het is niet autistisch, het is een andere stoornis, maar ik heb het vroeger altijd al wel gehad, maar het is zeg maar in de aanloop naar mijn burn-out toe is het heel extreem geworden. Ik raak gewoon best wel van streek als dingen niet gaan zoals ik ze heb gepland. Ik werk daar heel hard aan om dat los te laten. En daarom dacht ik ook vanochtend, weet je, dan ga je lekker maar niet naar Raleigh Beach. Ik moet gewoon leren accepteren dat als dingen niet gaan zoals ik ze heb gepland, dat ook oké is. Dus vandaag ga ik niet naar Raleigh Beach, ik ga andere dingen doen. Het betekent wel dat ik me een beetje verloren voel, omdat ik had gepland om naar Raleigh Beach te gaan, dus wat ga je nu doen? En daarom zat ik nu net ook al een uur YouTube video's te kijken, omdat ik dan gewoon niet wil opstaan en niet weet wat ik moet gaan doen. Maar we beginnen bij stap 1 en dat is ontbijt. Ontbijten met havermout en de Marie Claire, die had mijn moeder ook voor me meegenomen in Hongkong. En daar had ik geen tijd om ze te lezen en nu dus wel. Oh ja, trouwens, ja, het is niet leuk om te zeggen, maar dit is denk ik mijn off day van de week. Ken je dat liedje van vroeger? It's just one of them days that a girl goes through. Ja, ik weet dat ik niet kan zingen. I don't care. Dat liedje. Dat. Ik weet niet. Hebben jullie dat ook? Steek een duimpje omhoog als je dat ook hebt. Ik heb bijna elke dag wel een liedje wat dan de theme song is van die dag. Gisteren was het dan zeg maar Yeah van Usher. Yeah. Toen ik op het strand zat. En vandaag is het dus It's just one of them days. Dus steek een duimpje omhoog als jij dat ook hebt. Ik heb besloten dat ik een video ga opnemen over wat er allemaal in mijn backpack zit. Ik denk dat dat handig is ook voor jullie met de vakanties als je misschien minimalistisch wil inpakken. Of misschien zelf wel ook wel backpacken. Een video opnemen leidt me altijd af en haalt me zeg maar uit
negatieve gedachten en dat soort dingen. Dus hierbij even een klein tipje tussendoor. Mocht je nou merken dat je verdrietig bent of niet zo lekker in je vel zit. Mocht je liefdesverdriet hebben, dat deed ik toen ook altijd. Ga iets doen waar je helemaal in opgaat en wat je helemaal afleidt van wat je op dit moment voelt. En het is een, ja, voor mij een hele effectieve manier om uit een soort van negatieve spiraal van gedachten te komen. Het is gelukt met filmen. Ik ben zo blij. Het ging eigenlijk veel sneller dan dat ik eigenlijk had verwacht. En ik denk op zich dat het wel een leuke video gaat worden. De presentatietips ga ik denk bewaren voor september. Want de zomer komt eraan. Mensen zijn vrij van school. In de business weet ik dat het allemaal een beetje op zijn gat ligt. Dus ik ga hem even voor september bewaren. Dan is hij een stuk relevanter en boeiender, denk ik. En nu heb ik een video. Ja, als dit online komt, dan hebben jullie hem al denk ik gezien. Tenzij ik weer te laat ben. Maar het is een video over inpakken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden en nuttig voor de aankomende zomer. Ik ga nu eten en een fruitshake zoeken. Ik snak echt naar een fruitshake. Gimme! Ik zit bij gewoon een straatstal restaurant. En ik heb dit besteld. Gewokte groenten met wat rijst en komkommer. Ik weet het niet zeker. Ik denk niet dat ik dit ga opeten, want ik durf hier niet aan. Beetje soep en thee zonder suiker of zonder melk. Ik heb een mango shake genomen. En ik ga even gewoon chillen op het strand. Kijken of we een mooie zonsondergang kunnen zien. Super chill. Oh, de zon gaat nog niet onder. Duurt wel even. Ik had een super toffe idee om via deze rotsen zo naar boven te klimmen. En vanaf daar, dat rotsblok, de zonsondergang te kijken. Maar als je goed kijkt, zie je hier allemaal lekkere beestjes lopen. Kijk dan. Oh, yummy. Zie ze, zie ze. Deze is huge. Yeah, dacht het niet dus, hè? Ik loop wel terug. Het uitzicht is daar vast ook wel goed genoeg. Met blote voeten over een strand met heel fijn zand lopen. En dan ook nog eens lauw warm water. Een van de meest rustgevende dingen die je kan doen. Zo relaxed. Laten we het einde van de dag ook vooral niet vergeten als uitzicht. Draagt ook wel bij aan het relaxed gevoel. Ik ben even gaan zitten. Gewoon relaxed naar de zee kijken. En straks de zonsondergang. Het is weer 1 uur. Ik ga nu echt slapen. Morgen gaan we weer naar Rally Beach. Vandaag gewoon even rustig aan gedaan. Morgen ook weer rustig aan doen. Maar dan wel op het strand. Dankjewel voor het kijken. Mocht je al geabonneerd zijn, dan zie ik je morgen natuurlijk weer. Mocht je nog niet geabonneerd zijn en wil je morgen ook mee naar Rally Beach, klik dan hieronder. Gewoon 1 keer klikken en dan ben je geabonneerd. Dan krijg je de video automatisch binnen. En mocht je nu zoiets hebben van, nou, ik moet echt nu nog meer travel vlogs kijken. Nou, dan vind je hier alvast de vorige aflevering. Daarmee kom je ook bij de afspeellijst van alle travel vlogs. Daar is mij niks meer dan je een hele fijne dag te wensen. Dankjewel voor het kijken en ik zie je morgen weer. Doei!